Ik ben Babies Westerduin, werkplekcoördinator en KNF-laborant bij het Haga Ziekenhuis. Mijn werkdag begint met het bekijken van welke onderzoeken er ingepland zijn. Vervolgens maak ik de onderzoekskamers gereed en start ik met mijn onderzoeken. Als KNF-laborant voer ik volledig zelfstandig onderzoeken uit, zoals EEG, EMG, duplex, ionm en zenuwechografie. Ook heb ik de bevoegdheid om eventuele aanpassingen in het onderzoek toe te passen. Tot slot bespreek ik de onderzoeken en de resultaten altijd met de arts. Dat maakt het contact laagdrempelig. Ik voer onderzoeken uit voor de afdelingen neurologie, neurochirurgie, KNO, plastische chirurgie, vaatchirurgie, de IC, de OK en het Juliana Kinderziekenhuis. Kortom, het is een zeer gevarieerde werkomgeving. Het Haga Ziekenhuis is een veelzijdig ziekenhuis en wij doen als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland de neuromonitoring. Ook krijg je bij ons de ruimte om je te specialiseren in bepaalde onderzoeken of het volgen van een vaatopleiding. Je kunt doorgroeien tot werkplekcoördinator, werkbegeleider en je kunt helpen met het opzetten en ondersteunen van allerlei innovaties. De sfeer op onze afdeling is persoonlijk en professioneel. Er wordt veel met elkaar samengewerkt en er is altijd ruimte voor een goed gesprek. Het mooiste aan mijn werk vind ik dat ik techniek kan combineren met zorg. En de dankbaarheid van de patiënten zorgt ervoor dat ik elke dag weer met een tevreden gevoel naar huis ga.